huisarts geeft vaak het advies om een jaar uit te trekken om zwanger te worden. En als het dan niet lukt, ga je meestal direct een medisch traject in. Maar soms is dat helemaal niet nodig. Mathilde Kuipers is al ruim 15 jaar werkzaam als fertiliteitsarts. En inmiddels heeft ze de overstap gemaakt van regulier naar natuurgeneeskunde. Ik ben gewoon in diepe gesprongen eigenlijk. Het was voor mij heel duidelijk dat het reguliere circuit mij niet meer de voldoening kon geven die ik eigenlijk wilde hebben. In de zin van mensen echt kunnen helpen. En door blijven gaan in het zoeken naar de oplossing van het probleem. Dat je gaat behandelen vanuit de visie dat zowel de psyche, de stressfactoren, het zenuwstelsel, heel je hormoonhuishouding, alle organen, allemaal met elkaar samenwerken om het systeem te kunnen laten draaien. Ja. Men noemt het wel eens holistisch denken. Ja. Veel mensen kennen die term wel. Ja. En dan ga je het regulier samen met het toch complementaire, ik vind het een mooier woord dan alternatief, want het heeft een hele negatieve lading, ga je met elkaar vermengen. En dan ga je wel vanuit je reguliere achtergrond kijken naar God, wat is de ziekte, wat is het probleem, maar terug zoekende naar de oorsprong. En niet meer insteken op dat probleem als zijnde het pleistertje wat je op je wondje moet gaan plakken, het symptoom wat je moet gaan oplossen, maar je gaat beginnen bij de oorsprong van het symptoom. Dus je gaat een stukje terug, of soms helemaal terug, tot zelfs de geboorte van een vrouw, man. Waar ga je naar kijken als er een stel met een zwangerschapswens komt? Ik ga met de mensen hun leven doorlopen. En dat doe je eigenlijk van voor naar achter. Dus van het nu, het probleem wat er nu is, ga je terugkijken. Stukje bij beetje naar het verleden van de persoon. Waarbij je dus eigenlijk als het ware allemaal puzzelstukjes verzamelt. En die puzzelstukjes zijn gebaseerd op hoe is hun huidige leefomstandigheid. Wat zijn de huidige stressfactoren. Doen ze wat ze leuk vinden. Maar ook zijn er stressfactoren vanuit het verleden. Zijn er ziektes vanuit het verleden. Hoe is hun leefstijl, hoe is hun leefstijl geweest. Wat is hun voedingsgewoonte, hoe bewegen ze. En zo ga je helemaal terug met de mensen, eigenlijk tot aan hun geboorte. Dan heb je een heleboel puzzelstukjes. Daarmee ga je proberen de puzzel in elkaar te leggen. En dan merk je dat er puzzelstukjes zijn die ontbreken. En ook puzzelstukjes zijn die beschadigd zijn. En daar ga je mee aan de slag. Want dat zijn allemaal oorzaken die uiteindelijk het symptoom, de onvruchtbaarheid, wat de diagnose uiteindelijk ook geweest is, die dat kunnen verklaren. Zijn er bepaalde puzzelstukjes die je regelmatig tegenkomt? Ja, zeker. Een van de allerbelangrijkste is de stressvolle maatschappij waarin we leven. De hoge verwachting. Maar ook onze voeding. En wat we eten en hoe we leven. Want we eten helemaal niet meer wat we horen te eten. En we bewegen ook niet meer zoals we horen te bewegen. Dus eigenlijk is het leven wat we nu leven, niet het leven wat onze genen kennen. Als Mathilde met Joyce haar leven gaat doorlopen, komen ze uit op een belangrijk moment in het verleden. Joyce denkt namelijk dat haar overgewicht is ontstaan toen ze als kind in het ziekenhuis lag. Nu heeft Joyce PCOS. Er wordt vaak gezegd, het is een vicieuze cirkel. Overgewicht houdt PCOS in stand en PCOS veroorzaakt overgewicht. En waardoor breek je die cirkel? Nou, dat is een ding waar dat je mee aan de slag wil gaan met mensen. We kijken van God, waar is het cirkeltje nou eigenlijk? Waar heeft het zijn begin gehad? En dan bij dat begin kijken of je het kunt gaan aanpakken. Dan is dit een heel belangrijk aanwijsbaar moment voor jou. Bij PCOS is er sprake van een verstoring van de hormoonbalans. Hierdoor vindt de eisprong onregelmatig of zelfs helemaal niet plaats. Ook bij Ilse werd PCOS geconstateerd. We zaten in het ziekenhuis en daar wordt wel gewoon gezegd van luister, je hebt PCOS, zonder deze hormonen zul jij nooit meer geen kinderen krijgen. Ja, dat drukt, dat zit zo hier in je hoofd van dit gaat dus nooit iets worden met mij. En dat is heel moeilijk om dat eruit te praten. Maar wij zijn niet gemaakt voor PCOS, maar wel om voor te planten. En ons lichaam kan dat heel goed zelf regelen.
PCOS is niet voor je leven. Nee, dat. Want dat is wat heel vaak ook als boodschap meegegeven wordt. Je hebt PCOS en je moet het ermee doen. En dat wil ik heel erg ontkrachten en proberen weg te nemen. Want ook jij kunt een regelmatige cyclus krijgen. Het reguliere circuit gaf Mathilde dus geen voldoening meer. Ook omdat er vaak te snel medische stappen worden ondernomen. Het is nu een opeenvolging van behandelingen geworden, omdat er niet een oorzaak gevonden wordt of omdat een bepaald traject niet tot een succes leidt. En dan ga je het volgende stapje zetten. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat veel minder mensen uiteindelijk dat lastige circuit in moeten. En op het moment dat ze het circuit ingaan, dat ze daar ook met overtuiging in kunnen gaan. Omdat ze er eerst zelf alles aan gedaan hebben om een gezond lijf te creëren en optimale situatie. En dan. Maar ook op enkele plaatsen in het reguliere circuit wordt er precies zo over gedacht. Men start meteen met de IUI en dan gaat men eigenlijk bijna naadloos over naar IVF. Ik zie al dan niet. Hè. En eigenlijk meestal zonder dat er grote evaluaties gebeuren van waarom wordt de persoon niet zwanger. Je moet grondig gaan nakijken van wat is de oorzaak. En pas als je de oorzaak kent, kun je gaan kijken van wat kunnen we eventueel corrigeren, waar kunnen we eigenlijk progressie maken op het gebied van de natuurlijke vruchtbaarheid. En dat is dus een oproep die ik toch wel wens door te geven ook naar de collega's en naar de patiënten. Van kijk, de eerste of dat je nu, of dat er geen mogelijkheden zijn om je natuurlijke vruchtbaarheid te herstellen voor je overgaat naar de zwaardere methodes. Ja. Dr. Wim de Cler heeft zijn eigen fertiliteitskliniek in België. Hij is een innoverende arts en zijn kliniek is de eerste waar voedingssupplementen zijn ingezet bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Met een forse stijging van het aantal koppels dat zwanger werd tot gevolg. Als we gaan kijken van mensen die komen met een fertiliteitsprobleem, kunnen we tussen 90 en 95% uiteindelijk helpen. Maar ongeveer 60% kunnen we vermijden om IVF-ICSI te gaan doen, omdat we mensen voordien al zwanger krijgen door een correctie van hun natuurlijke vruchtbaarheid. Of een correctie van de stoornis van hun natuurlijke vruchtbaarheid en dus een herstel van hun natuurlijke vruchtbaarheid. Ja. En dat moet nog altijd de eerste optie zijn, vind ik. Ja. Je hoort me niet zeggen dat IVF of ICSI dat er geen waardevolle tools zijn. Integendeel, dus, het is mijn dagelijkse werk. Maar je moet je hartoperatie doen als die echt nodig is. Je moet ze niet gaan doen omdat als je denkt van ja, ik zou dat hier met een operatie kunnen corrigeren, maar ik kan het misschien ook met een pilletje corrigeren. Je moet dat pilletje geven, denk ik. Je weet, wij Vlamingen zijn allemaal met fiets geboren. Hè. Wielersport is de grootste sport en leeft nergens zoals in Vlaanderen. En er was zo ooit een Vlaanderen, een van die oorspronkelijke wielrenners, en die zei, je moet koersen als je moet koersen en je moet niet koersen als je niet moet koersen. Ja. En dat is eigenlijk in één zinnetje samengevat. Hè. Je moet die hoogtechnologie toepassen als ze echt nodig is. Je moet ze niet overal gaan toepassen als een kip zonder kop. Fertiliteit, dat heeft te maken met het creëren van een kind. Een kindje krijgen samen met een partner. Dat behoort tot de seksualiteit. Dat behoort tot het meest intieme van de mens. En normaal gebeurt dat niet met een rij toeschouwers en een aantal artsen erbij. Met witte schorten aan. Nee. Normaal gebeurt dat in de intimiteit van uw slaapkamer of waar dan ook thuis. Maar niet met alle soorten medici daarbij. Dus er is daar een enorme psychologische en emotionele component. Als we dus nu kunnen erin slagen om de oorzaak van het fertiliteitsprobleem te corrigeren, dan kunnen we die mensen weer toelaten om op de natuurlijke manier in hun eigen intieme sfeer zwanger te worden, zonder dat daar geneesheren, verplegers, embryologen, wie dan ook moeten bij zijn. Om te proberen om de natuurlijke vruchtbaarheid te herstellen, maakt Wim de Cler gebruik van voedingssupplementen. En ook kijken hij en Mathilde naar zaken als leefstijl, voeding en invloeden van buitenaf. Vroeger, ik spreek over twee generaties geleden, werd men gemiddeld zwanger op 21 jaar. Nu wordt men gemiddeld zwanger op 29 jaar, voor het eerste kind 29 jaar en 6 maanden. Heel veel van onze fertiliteitspatiënten zijn 35 plus. Maar dat wil zeggen dat ze al 35 jaar de gelegenheid gehad hebben om in contact te komen met dioxines, met nicotine, met luchtvervuiling, met alle soorten toxische stoffen, met sproeistoffen, met desinfectantia, weet ik veel wat allemaal, die allemaal hun effect hebben. Je kunt op elk moment je leefstijl veranderen en daarmee een verbetering in de vruchtbaarheid laten plaatsvinden.
Zelfs op het moment dat jij al zo ver bent dat je denkt, nou, we hebben alle stappen gehad en wat kan de toegevoegde waarde nog zijn voor mij, dan heeft het veranderen van de leefstijl, van de voeding, een supplement gaan nemen, nog voldoende waarde. Ook zijn ze het erover eens dat je je lichaam een jaar de tijd moet geven om zwanger te kunnen worden. We spreken eigenlijk ook maar van ongewilde kinderloosheid, van fertiliteitsprobleem. Als je na 1 tot 1,5 jaar regelmatig seksueel contact bij een regelmatige cyclus niet zwanger bent. Ja. Als je nu een probleem blijkt te hebben en je gaat werken met voedingssupplementen of je gaat werken met hormonale therapieën, dan moet je dan ook niet gaan onthoofd zijn als je na 2-3 maanden nog niet zwanger bent. Want je hebt in het beste geval de natuurlijke vruchtbaarheid hersteld. En zoals we er pas komen te zeggen, kan dat toch best zijn dat het een half jaar tot een jaar duurt. Ja, want eigenlijk moet een lichaam in ieder geval sowieso een jaar wel de kans krijgen om gezond te worden. Ook op het moment dat je start met goede voeding, of dat je stopt met de pil, want daar begint het vaak dan mee. Dan zullen al die chemische hormonen het lichaam uit moeten. Dan heb je een goede levercapaciteit voor nodig om dat allemaal af te breken. Dus als je gaat met gezonde voeding en wat beweging aan de slag gaat, dan moet dat lichaam natuurlijk eerst het een en ander nog gaan oplossen en herstellen. En dan moet dat elke cel zijn doorgedrongen om dan goede eicellen en spermen te zo kunnen produceren. En daar gaat altijd een half jaar, maar soms zelfs een jaar overheen. Je lichaam moet dus wel even de tijd krijgen om te herstellen. Ook de hormoonhuishouding kan uit balans zijn, door pilgebruik of doordat je leefstijl niet optimaal is. Bij Christa is dit ook het geval. Jouw lichaam kan niet heel goed omgaan met hormonen. Nee. Dat kan dus betekenen dat die hormoonbalans bij jou heel erg nauw komt. Dus dat de afbraak van de oestrogeen heel belangrijk is, maar dat ook de aanmaak van progesteron bij jou heel belangrijk is, de tegenhanger van de oestrogenen. Twee hormonen die bij de vrouw een belangrijke rol spelen bij de voortplanting zijn oestrogeen en progesteron. Oestrogeen zorgt er onder andere voor dat het baarmoederslijmvlies dikker wordt. En progesteron, dat wordt aangemaakt na de eisprong, zorgt ervoor dat de baarmoeder zich verder voorbereidt op een bevrucht eitje en bevordert het innestelen. Als je hormonen uit balans zijn, dan kan dit allerlei klachten, waaronder verminderde vruchtbaarheid, tot gevolg hebben. Wat je nu gedaan hebt is een detox voor je lever en wat meteen vaak heel veel afvalstoffen in het lichaam opruimt en je lever weer beter laat ontgiften, zorgt er vaak voor dat hormonen weer op een betere manier kunnen worden afgebroken en omgezet. Een deel van de klachten die jij noemt ontstaat door een oestrogeendominantie. Dus dat betekent dat je een overschot hebt aan de verkeerde oestrogenen, omdat je lever ze niet goed genoeg kan afbreken en uitscheiden. En een deel van jouw klachten kan verklaren omdat de progesteron, die daar de tegenhanger van is, niet voldoende de kans krijgt om hoog genoeg te worden om jouw premenstruele klachten tegengewicht te geven. Progesteron is een gelukshormoon, daar voel je je goed bij. En dus op het moment dat je spotting hebt, neerslachtig bent, en dat al een aantal dagen voordat je gaat menstrueren, betekent dat eigenlijk dus dat je progesteronhormoon niet voldoende de capaciteit heeft om tegengewicht aan de oestrogenen te bieden. Zodoende moet jij bewust van zijn dat jouw hormonen kunnen zijn gaan stapelen, dat de oestrogenen in de pil al als verstoring kunnen hebben gewerkt, dat de vele hormonen die je toegediend hebt gekregen in je IVF-behandelingen ook niet goed afgebroken zijn, waardoor dat je een opeenstapeling van factoren, waardoor je nu een ontregelde cyclus met heel veel klachten hebt. Ja. Hormonen hebben ook een invloed op je immuunsysteem. En je immuunsysteem speelt een rol in de vruchtbaarheid. Je immuunsysteem moet een verandering doormaken. Ook oestrogenen zijn daar deels voor verantwoordelijk, om een embryo te kunnen laten innestelen. Om te zorgen dat iets wat lichaamsvreemd is, want dat is natuurlijk voor een deel, ja, niet afgestoten wordt. En dan moet er dus een capaciteit zijn om dat te kunnen doen. Ja. En dat kun je ook weer heel goed vanuit je darm doen. Want al die stoffen die je immuunsysteem gaan helpen om dat te doen, die komen vanuit je darm. Ja. En een goed probioticum is dan echt een pluspunt. Waarmee je ook op kortere termijn wat sneller kunt zorgen dat je de juiste flora in je darm hebt die in staat is
om te gaan zetten. Ja. Het verbeteren van je leefstijl en voeding kunnen dus van groot belang zijn voor een goede hormoonbalans. Er zijn stellen bij mij geweest die nadat ze hun leefstijl veranderd hadden, na 3 maanden besloten weer een embryo te laten plaatsen. En dat was meteen een zwangerschap. Dat heeft meteen tot een zwangerschap geleid. Daar waar dat die mensen al die keren daarvoor in al die behandelingen nog nooit een positieve test gehad hadden. Ja, dus dat is wel heel erg positief en hoopvol eigenlijk. Precies, dus ik hoop dat ik daarmee iedereen ook nog een beetje positiviteit kan meegeven. Zodat ze toch weer wat energie krijgen om er vol tegenaan te gaan. Ook al denken ze dat ze een traject door zijn. Maar ik moet niet vergeten dat er heel weinig mensen zijn die absoluut onvruchtbaar zijn. Wie is er absoluut onvruchtbaar? Diegene die geen eicellen hebben, diegene die geen zaadcellen hebben en diegene met volledig geblokkeerde eileiders. Ja. Dat zijn gelukkig een absolute minderheid. Mm-hmm. Maar dan hebben we heel dikwijls, mensen met een verminderd kwalitatief spermiogram. Die hebben in plaats van 100 miljoen zaadcellen, ja, zoveel zijn er nu eenmaal, hè, die hebben er 100.000, bijvoorbeeld 1.000ste. Mm-hmm. Maar in principe heb je er maar eentje nodig. Ja. Hey, natuurlijk, als je er maar 100.000 hebt, is de kans op een voltreffer veel minder, maar ze is niet nul. In de volgende aflevering leggen verschillende professionals uit waarom het zo belangrijk is om je samen, man en vrouw, zo goed mogelijk voor te bereiden op een mogelijke zwangerschap.